Goedemiddag allemaal. Nou, ik ga natuurlijk met iets nieuws beginnen en ik wilde deze week starten met focus. Omdat ik denk, nou, als je een idee hebt en je wil er iets mee doen, focus is key. En ik dacht, nou, daar ga ik deze week dan met jullie over hebben als video 1. Alleen dan word ik vanmorgen wakker en ik heb gewoon echt zo geen inspiratie. Alles behalve focus, yes! Nou, heb ik zo een beetje te denken, wat ga ik eens doen? En achter mij ligt een hondje. En ik wil graag plassen. Grace, wil je even een beetje plassen? Ja. Dus wij gaan denk ik even lekker samen uitwaaien. En nou ja, misschien helpt dat om mijn focus weer terug te krijgen. En een beetje inspiratie te vinden voor deze nieuwe video. Het is een mooie dag om uit te waaien, want het is erg veel wind. Wat voor mij vaak werkt... Dat wil ik jullie gelijk dan maar eventjes meegeven. Als ik bijvoorbeeld 's ochtends opsta en ik heb het gevoel dat ik een off day heb. Of ik heb al heel de tijd achter mijn computer gezeten. En mijn creativiteit laat me een beetje in de steek. Dan moet ik gewoon even naar buiten. Even een frisse neus halen. Gewoon de natuur in. Ja, misschien heb je thuis bij je in de buurt wel een parkje. Of als je een stukje met de auto rijdt. Een bos of een stukje polder. Ga lekker naar buiten. Haal een frisse neus. Laat je telefoon thuis. Of uit, of in de auto, of wat voor jou handig is, maar neem hem vooral niet mee. Laat je niet afleiden en ja, neem alles gewoon even goed in je op, zodat je straks als je thuis bent lekker weer aan het werk kan met een fris gevoel in je hoofd en in je lichaam. Je hebt lekker bewogen. Frisse neus gehaald en nou, ik ben weer vol nieuwe energie. Ik zal even beginnen met bij waar ik vandaan kom. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik altijd heel veel dingen doe. Ik vind heel veel dingen leuk. En ik zeg dus eigenlijk ook nooit nee, dat ik kan niet. Ik zeg altijd, ja, leuk, dat gaan we doen. Ik ben dus eigenlijk altijd best wel erg enthousiast om een heleboel dingen aan te pakken. En dat leidt me eigenlijk heel vaak af van wat ik echt wil. En dat is niet zo gek, want wat ik echt wil is ook weer best wel lastig. Dan zie je dat ik me voornamelijk bezig probeer te houden met het presenteren en modellenwerk. Daar zou ik onwijs graag mijn brood in willen verdienen. Maar ik merk dat ik de afgelopen jaren dat ik dit doe... Ik mag bijna wel stellen dat ik dit al bijna zo'n 10 jaar doe. Fotoshoots. Ik heb voor een heleboel verschillende bedrijven, internetsites en dergelijke presentatieklussen gedaan. Ik heb een hoop dingen voor mezelf gedaan. Ik heb in 2016 een jaar lang iedere week braaf vlogs bijgehouden. En aan het einde van de streep ziet mijn bankrekening er nog steeds zo uit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de laatste keer dat mijn bankrekening niet in het rood stond. Of tenminste langer dan 2 dagen niet in het rood stond. Die keer kan ik me niet eens meer herinneren. Zo lang zit ik al met een heleboel dingen die ik leuk vind om te doen. En een lege bankrekening. Dus, nou ja, vorig jaar had ik eigenlijk al besloten dat het anders moest. Alleen ik wist niet zo goed hoe. Ik heb me heel erg laten inspireren door heel veel verschillende mensen. Ik heb een aantal mensen in mijn omgeving die een eigen onderneming zijn gestart. Ik heb een aantal ZZP'ers om me heen. Waarvan ik denk van, oh, jij hebt zo'n focus. Hoe krijg je het voor elkaar? En ik zie gewoon dat soort mensen heel erg... succesvol zijn. Ja, focus is key. Als je een doel hebt, als je een idee hebt, als je een droom hebt. Oké. Als je een droom hebt, maak er een doel van. Denk er een idee bij en focus. En dat is wat ik dus dit jaar moet gaan doen. Ik vind het een beetje eng om nu al helemaal neer te leggen wat ik allemaal van plan ben en wat ik allemaal ga doen. Ik ga jullie meenemen in het traject en stapje voor stapje uitleggen wat ik ervaar. Wat ik denk dat heel erg handig of belangrijk is om te doen. Nou ja, ongetwijfeld ook de dingen waar ik tegenaan loop. En ik hoop jou zo mee te nemen in een bepaald traject waarvan je misschien zelf ook denkt van... Oh, ik wil dat. Ik heb ook zo'n idee en ik weet ook niet hoe dat moet. Nou, sluit je dan aan bij mij, want... We gaan samen uitzoeken hoe dit allemaal moet. Focus. Dat is eigenlijk deel 1. Focus is key. En als ik ergens verschrikkelijk veel moeite mee heb, is het focus, discipline, rust, reinheid, regelmaat, zoals mijn vader altijd zei. Dat is gewoon niet makkelijk. Ik ben geen bewezen ADHD'er. Maar ik moet zeggen dat ik wel altijd heel makkelijk laat afleiden door een heleboel dingen om me heen. Waaronder mijn telefoon, die ik nu in een andere kamer heb gelegd, omdat ik anders steeds aan het kijken ben. Daarnaast zijn er een heleboel dingen om me heen die me heel gemakkelijk onrustig maken. En ik kan me voorstellen dat je dat zelf ook wel eens hebt. Daarom gaan we beginnen bij mijn werkkamer. Super fijne lichte ruimte. Ik heb nog niks aan de muren hangen, dat moet ik ook nog doen. En nu zie je alle muren, maar dit is mijn werkgebied.
Maar. Al die troep om je heen zorgt dus niet echt voor een goede focus. Dus de allereerste tip die ik mee wil geven is maak ruimte. Het is tegenwoordig heel hip om te ontspullen. Dat is vet moeilijk, want als je net zo bent als ik, dan heb je heel makkelijk een emotionele band met spullen. Want dit heb je van die gekregen en dat heb je van die gekregen. En dus het allereerste wat ik nu ga doen is even hier mijn zooi opruimen. Het is bijna donker en mijn bureau is eindelijk een beetje opgeruimd. Er zijn een aantal dingen die ik wel heel graag binnen handbereik wil hebben. En dat zijn deze. Mijn to-do-lijst. De schrijfblokken. En mijn bullet journal. Met gekleurde pennen en zo. Dit was mijn allereerste echte 2018 video. En de komende tijd gaat het er een beetje zo uitzien. Ik ga het volgende week namelijk hebben met jullie over doelen, plannen en plannen. Dus if you want to be an ondernemer, dan kan je mij blijven volgen. En als je het leuk vindt, natuurlijk ook gewoon. Heb je nog tips of vragen, dan kun je die hieronder kwijt in de comments. Let me know wat je ervan vond van deze video. En kijk zeker volgende week weer. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!